Onze volgende spreker is Hans Filippini. En Hans is marketing manager bij Leolux. Ja. En Hans neemt ons mee in wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft bij Leolux. En in het bijzonder de implementatie van een 3D configurator voor hun producten. Ja. Dames en heren, Hans Filippini. Dankjewel. Voordat ik begin, wie kent Leolux? Oh, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik zie namelijk ook heel wat jonge mensen in de zaal. En dat is doorgaans niet onze allersterkste doelgroep die we bereiken. Ik leg later uit waarom. Deze doet het ook al niet. Gaat lekker. Nou, dit ben ik. Even kort over mezelf. Dan weten jullie ook een beetje wie hier staat te praten. Ik heb gestudeerd aan Nijrode en ben daarna in verschillende verkoop- en commerciële of verkoop- en marketingfuncties aan de slag gegaan. Begonnen bij de kopieerapparaten, ja, daarna naar de creditcards, verlichting en nu in de designproducten. Dus in ieder geval qua sexiness van het product ben ik wel op vooruit gegaan, vind ik in ieder geval zelf. Ik moet toch teruglopen, dat is vreemd. Even een beetje achtergrond van Leolux. Leolux bestaat 80 jaar, is een familiebedrijf. En mijn directe leidinggevende, Sebastian Sanders, die zie je bij 2012 aan de linkerkant. Derde generatie, dus zijn opa is het bedrijf gestart. Belangrijk is dat dat familiebedrijfprincipe, dat draagt zich voort in niet alleen maar omdat het dan zo belangrijk is dat het al in het verleden is opgezet, maar juist ook omdat ze het willen overdragen naar de toekomst. Dus dat geeft een soort van solide basis vanuit waar we relaties aan gaan met leveranciers, met klanten, maar ook met medewerkers. Dus de doelstelling is dat in 2042 Nooren het bedrijf gaat overnemen. Als jullie trouwens vragen hebben, dan heb ik ze heel graag gewoon tussendoor. Dus dat mag en kan. Wij doen dus aan designmeubels en wij maken meubels op maat. Dat betekent dat de klant zelf helemaal bepaalt hoe het product bij hem thuis komt te staan. Geen enkel product wordt op voorraad geproduceerd en geen enkel product is voor ons hetzelfde product. Ook al is het exact dezelfde bekleding, hetzelfde product. Wij behandelen dat als een uniek product. Wij hebben een vrij grote collectie, daar kom ik dadelijk ook nog even op terug. En dat alles bij elkaar geeft zo'n 30 biljoen opties voor de klant om uit te kiezen. Ja, ik ga je dadelijk vertellen wat dat allemaal voor uitdagingen met zich meebrengt. Ja, dat kan. Ja, heel graag. Dankjewel. Leolux is een fabrikant die doet met name producten voor in de woonkamer. Dus hoekbanken, banken, salontafels voor tuitjes, eetkamertafels doen we ook wat in en karpetten en andere accessoires, maar dat is een beetje het bereik wat we hebben. En dat doen we op de traditionele manier. Dat doen wij via dealers. We hebben in Nederland zo'n 150 dealers. We zijn overigens in Venlo zit ons hoofdkantoor. We zijn in Nederland dus ook by far onze grootste markt, maar we leveren ook nog in 45 andere landen. Dealers, dat zijn dus mensen die hebben een pand gekocht, die kopen van jou meubels in en je hoopt dat ze daarmee dus traffic genereren en dat ze met die traffic ook nog wat conversie doen. En dat is een hele traditionele markt. Dat is een markt waar online best wel een dingetje is. In de zin van, iedereen weet al dat je een website nodig hebt. En als je een website hebt en je hebt goede informatie en de klant die weet een beetje wat hij in jouw winkel kan verwachten, dat die dan ook naar je toe kan komen. Maar er wordt ook verkocht op internet. En dat is natuurlijk best wel eng als je al die vierkante meters hebt. Even als zijstapje, we hebben ook nog onze eigen design centers. Dat zijn winkels waarin we eigenlijk onze hele collectie kunnen laten zien. Je kunt eigenlijk niet verwachten van een dealer dat hij 1600 vierkante meter Leolux op de vloer gaat zetten. Dat doen wij dus wel.
We hebben hier in Eindhoven eentje op het, in Son. Daarnaast nog een in Utrecht en Brussel en in Krefeld. En daar staan onze meubels gewoon gigantisch gepresenteerd. Met veel meer ruimte, maar ook veel meer expertise dan wat, wat een dealer kan bieden. We verkopen daar alleen niet. Dat is ook raar, zou je zeggen. Je kunt daar natuurlijk wel komen en we adviseren je. Je kunt er ook kopen. Producten worden alleen wel altijd via de dealer uitgeleverd. Wat we niet willen is dat dealers van tegen ons gaan zeggen van ja, Leolux, jullie zijn lekker aan het adverteren. Je trekt de mensen naar je eigen winkel. Je houdt ze dus uit mijn winkel en vervolgens sluit je de deeltjes zelf. Dus deze centra, dat zijn voor ons echte marketingmiddelen, advieszaken. En we laten uiteindelijk de omzet dus aan de dealer over. Even een slokje water nemen ondertussen. Mag je naar de volgende. Nou, ik zei al 45 landen. We hebben 2 merken. Pode en Leolux. Pode ook bekend. 1 iemand. 2. Nou, yes. Pode is nog een relatief jong merk. Is wel heel veel terrein aan het winnen. Met name ook omdat we daar een wat andere communicatiestrategie op nahouden. Dus ik hoop dat we, als ik hier volgend jaar of over 2 jaar nog een keer sta, dat ik dan in ieder geval wat meer vingers ga zien. Dit is mijn werk. En toen ik kwam bij Leolux 3,5 jaar geleden, toen moest ik ook echt constateren wat ik zei. Hè. Ja, we hebben dus dealers, allemaal heel erg traditioneel. Zo zat de marketing daar ook heel erg in elkaar. We hebben een brochure en die maken we ieder jaar supermooie foto's. Klanten vragen die aan of we geven ze aan de klant mee in de winkel. We doen wat PR. We staan op gigantisch veel beurzen. Er werd ontzettend veel geld aan beurzen besteed, maar ook aan drukwerk. En ze vroegen aan mij van Hans, die online wereld, die klant, ja, die moeten we toch beter gaan bedienen. Want de klant die is aan het veranderen. Nou, dat was natuurlijk in de, bijvoorbeeld in de kledingindustrie al lang bekend. Hè? De klant die komt niet alleen maar meer in de winkel. Die oriënteert zich online. In de meubelindustrie is een relatief recent onderzoek. Werd in 2010 nog zo'n 90% van de oriëntatie voor meubels gedaan in de winkel. En slechts 61% van de mensen die ging voor de aankoop van de meubel ook even online kijken. Nou, je ziet dat het in 2015, dat zijn helaas de laatste cijfers die ik heb, in 2015 al volledig is omgedraaid. Het aantal winkelbezoeken voor de aankoop van een meubel, en ik heb heel even gekeken naar de klanten of de doelgroep boven modaal inkomen, omdat het voor ons een hele interessante doelgroep is. 5 keer gingen die een winkel in gemiddeld in 2010 om een meubel te kopen. Nu nog maar 3 keer. En dat heeft natuurlijk gewoon met name mee te maken dat die klant veel beter voor geïnformeerd in de winkel komt. Dus die klant die komt eigenlijk die winkel binnen, die zegt van nou, ik weet, dat is product Oscar. Ik wil hem graag in die kleur hebben. Nou, ik heb bij de Leolux op de site al gezien dat die 19,95 kost. En hoeveel korting krijg ik bij jou? Dat is een beetje wat, wat sommige dealers voelen dat hun toegevoegde waarde is geworden. Nou, gelukkig zitten er nog een hele hoop andere zaken omheen als een advies. Ik ben zelf niet heel creatief. Heb ook niet zo heel veel kijk op hoe ik mijn huis moet inrichten. Dus ik vind het altijd fijn als iemand zegt van joh, als je die stoelen al hebt staan en je hebt die kleur vloer, nou, dan kun je met die bank wel weg. Nou, dat soort zaken vind je natuurlijk bij een retailer. Retailers worden overigens ook steeds creatiever om door ja, branchevreemde activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld ook klanten steeds langer binnen te houden. Nou, dit had ik al even aangegeven, hè, want dit is echt de uitdaging waar ik voor stond. Hans, mensen oriënteren zich online en we hebben een gigantische collectie. We hebben heel erg veel materialen die daarop passen. We hebben 10 verschillende leersoorten. De grootste leersoort heeft volgens mij 54 verschillende kleuren. Dan hebben we stoffen van merkfabrikanten. Dan hebben we eigen
stoffen die we hebben laten ontwikkelen. Nou, dit is een voorbeeld van een muur zoals die bij ons in het designcentrum is. En dit zijn zeker nog niet alle mogelijkheden die je hebt. Iets anders wat ik moest constateren is, natuurlijk zetten wij advertenties. Als wij een advertentie zetten, dan valt die gelukkig op, want dat kunnen we heel goed meten. Hoeveel procent van de producten die worden geproduceerd, als je nou even bijvoorbeeld naar die groene bank aan de rechterkant kijkt, hoeveel procent van die mooie bank is verkocht in deze kleur? Denken jullie? 10. Ik hoor je 10. Iemand die 20? 30%. En dat betekent dus, we spelen hierin op het verbeeldingsvermogen van de eindconsument. Die klant die ziet iets en die denkt, oké, dit past in mijn huis of dit past niet in mijn huis. Dan heb je nog best kans dat hij dan naar de concurrent gaat om een product te kopen wat hij wel op de foto ziet. Maar goed, dus dat even over het verbeeldingsvermogen van de consument. Ja, wat ik al zei, we hadden een gigantisch gat van ongeveer 30 biljoen opties. Er staat een soort van dingetje in. Ja, met, niet dat er iets heel belangrijks bovenaan het plaatje staat, maar toch. Help. Ja. De uitdaging was, je weet dus dat de retailer maar beperkte oppervlakte heeft en dus de producten maar op een bepaalde manier kan laten zien. Je weet dat de consument een beperkt voorstellingsvermogen heeft. En je weet dat je zelf een gigantische operatie hebt staan die al die opties gewoon zomaar voor de klant kan maken. 30 biljoen dus. Nou, ik had het wiel helemaal uitgevonden. Oh. Eureka. Ja, ik had het wiel helemaal uitgevonden, want wij moesten aan een configurator. Want dat kennen we namelijk al 10 jaar in de auto-industrie. Hè, als je, welk willekeurig merk je wil kopen. Je gaat naar de website, je klikt aan welke kleur je wil, welke type wielen je eronder wil hebben, wat voor spoiler je erop wil hebben, et cetera. Dus dat moeten wij dan ook in de meubelindustrie. Ik ben in 2013 in dienst gekomen en toen begon ik dat voor het eerst te roepen. En toen zei de directie, Hans, dat is goed, laat maar weten, wat kost dat? Nou, ik had natuurlijk geen enkel idee. Dus wat ik ben gaan doen is vervolgens eigenlijk dit proces doorgelopen. Want we zijn natuurlijk eerst gaan toewerken naar een programma van eisen. Vervolgens ga je met partners praten. Je selecteert er één. En dan ga je ontwikkelen. En uiteindelijk heb je daar dus die configurator. En het feit dat daar een logo staat, betekent, dames en heren, dat die er ook feitelijk is. Dus daar werken we wel naartoe. Maar toen ik dus zei van joh, dat moeten we gaan doen. Toen had ik eigenlijk zelf geen enkel, maar dan ook echt geen enkel benul wat ik zei. Dus ik ging een beetje op internet zoeken. Ik ging met een aantal leveranciers praten. En die kwamen om tafel en die vertelden van, joh Hans, het kan allemaal en het kan zo en het kan zo. En ik had 5 leveranciers gesproken en ik kwam er al gelijk achter dat ze alle 5 totaal verschillend waren. En dat ik ook eigenlijk nog steeds geen idee had hoe ik dat project moest gaan managen. Wat het ging kosten, dat had ik eigenlijk nog even min op het vizier. Juist ook met name omdat er gewoon echt een grote hoeveelheid aan diversiteit, maar ook aan flexibiliteit en eigenlijk wat net gezegd werd over die hele ijsberg, van alles wat eronder zit. Nou, dat heb ik al ontdekt dat dat een gigantische berg is in dit geval. Volgende. Hij doet het weer. Yes. Want wij hebben op een gegeven moment omschreven van, joh, wat wil je nu heel erg graag in dat ding? Hè? We willen natuurlijk dat je onze producten op de allermooiste manier zag. Want dat hoort bij het merk. We zijn een kwaliteitsmerk. Dus we willen niet dat er gewoon een kleurtje wazig over een bank heen zit. Nee, de klant moet het product kunnen voelen online. Het moet daarnaast ook op alle devices en op alle browsers kunnen werken. Want het moet niet zo zijn dat je de helft van je doelgroep uitsluit.
Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is, moet er toe leiden dat mensen naar de winkel gaan en in de winkel ook eerder koopbereid zijn. En voor ons als organisatie ook best wel belangrijk, het moet ook onderhoudbaar zijn. Want stel je nou voor, je voegt een leersoort toe op een product wat al jarenlang in de 3D-configurator staat. Of je haalt een leersoort uit collectie, ja, wat gebeurt er dan? Dus daar zit een vrij grote complexiteit achter. En het liefst, maar die zit niet voor niets helemaal onderaan, het liefst zou je natuurlijk ook ervoor willen zorgen dat als die dealer of die klant zegt van nou, ik wil deze wel, het advies is geweest, er wordt een order gedaan op welke manier dan ook, dat die eigenlijk zo voep het systeem in gaat en dat iedereen in de fabriek lekker begint te werken om dat meubel te klussen. Zover zijn we nog niet. Waar we vrij lang over na hebben gedacht is, er zijn in de markt, ook in de meubelmarkt, zijn er verschillende configuratoren. En die zijn allemaal gemaakt om de dealer te ondersteunen in zijn verkoopverhaal. En ik heb daarover nagedacht en dacht, ja, bijvoorbeeld de klant is online, niet per definitie in de winkel. De klant die oriënteert zich daar en wij zouden dan nu een applicatie gaan ontwikkelen die de dealer helpt om het orderproces makkelijker te maken. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook een mooie doelstelling, maar we hebben er juist voor gekozen om hem dus in eerste instantie specifiek voor die consument te ontwikkelen. Omdat je er gewoon groot volume mee hebt en dat je dus ook meer kans hebt om die klant uiteindelijk te converteren. Nou, wat ik al zei, waren natuurlijk allang configuratoren en dit was mijn ultieme droom. Ik wil niemand, ik zie het niet, dat dit een plaatje is. Of dat het geen echt geproduceerde auto is. Maar ja, dit is natuurlijk geprerenderd. In een Mercedes zitten best wel een x-aantal opties, maar geen 30 miljoen. En daar zit precies het verhaal. Als je op dit niveau kwalitatief beeld eruit wil krijgen, dan moet daar gewoon een goede 3D-artiest lang op hebben gezeten om dat voor elkaar te krijgen. En dat kunnen wij dus met onze producten helemaal niet doen. Wat ik ook vond, waren voorbeelden van configuratoren waarbij je het product eigenlijk zijn echtheid verloor. Geen idee of hier nu een stof op zit of dat er een leer op zit. De kleuren die zijn dan nog wel redelijk zichtbaar, maar je hebt niet meer als klant de ervaring van nou, ik zie dat product wel zo bij mij in huis staan. Nou, andere concurrenten hebben ervoor gekozen om met plugins te werken, waar op zich niks mis mee is, want dat betekent dat je een relatief hoge kwaliteit beeld kunt krijgen. Maar ja, je verplicht de mensen wel om iets op hun laptop te installeren. In de tijd dat we daaraan te oriënteren waren, was het zelfs ook nog niet helemaal bekend van welke plugin dan van wie zou gaan winnen. Dus met de grootste kans dat je ook aan het investeren was in precies het verkeerde stukje van de markt. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een club uit Eindhoven, dus dat is het goede nieuws voor de lokale economie hier. Ze waren heel erg goed in de visuele presentatie van ons product. We hebben ze geselecteerd op kennis en ervaring, maar niet zozeer in de ervaring van het bouwen van een 3D-configurator, want wij zijn eigenlijk feitelijk een van hun eerste klanten, een van de eerste, laten we daarop houden. Waar ze wel echt fantastisch goed in waren, is de beheersbaarheid. Dus wij zijn vrij om op welk moment dan ook stofjes toe te voegen, uit de collectie te halen en dat hebben zij allemaal voor ons geregeld. We kunnen in de toekomst door blijven ontwikkelen. Zelfs tot AR of VR. En uiteindelijk was er natuurlijk ook een prijs. Maar die prijs die blijkt gewoon heel erg relatief. Dat is wel een ding wat ik heb meegekregen. Uiteindelijk van de ene leverancier naar de andere. Er moet gewoon veel geld in zo'n project wil je het goed voor elkaar hebben. Dus we hebben nu een creator. Die bestaat uit 105.000 programmeercodes, dat is twee keer de Bijbel. Daar hebben 34 personen meer dan een jaar aan gewerkt.
Daar zitten inmiddels al 30 miljoen opties in. Sorry, dat is een oud plaatje. 17 producten, 116 opstellingen, 393 materialen. 2,4 gigabyte aan 3D-materiaal. Wat op zich allemaal niet zo heel veel is. Het mooie is, als je het product gaat configureren, dan heb je binnen 800 milliseconden het product gewoon in beeld. En hij doet niets op jouw computer. Dus het is rendered on the server side. DDSM, ik kan er ook voor kiezen om hem even live te laten zien. Dat ga ik ook eigenlijk gewoon doen. Met alle risico's van dien. Belangrijk is, we hebben dus een wat gemiddeld wat oudere doelgroep. Dus we willen daar eigenlijk ook voor niet per se voor zorgen dat iedereen die op de website kwam gelijk met een heel technisch verhaal werd geconfronteerd. Maar we wilden ze dus wel graag faciliteren natuurlijk in de mogelijkheden die er waren. Ik ga heel even naar een willekeurige bank toe. Ik weet natuurlijk wel welke banken er inmiddels in staan. Dus onze website begint altijd met het overbrengen van sfeer, van beleving. Vervolgens proberen we in een zo kort mogelijk verhaal uit te leggen wat voor type product het is. En vervolgens hebben we hier een soort van simpele versie van de configurator. En in drie stappen proberen wij een klant te begeleiden in hun keuze. Daar hebben we natuurlijk heel erg over nagedacht van wat voor soort materiaal past er heel erg goed op die bank. Welke kleuren zijn er op dit moment in? Nou, stel dat je de klant die wil een lage driezitsbank. En die vindt deze leersoort niet zo mooi. Maar bijvoorbeeld wel deze stof. Maar deze kleur niet zo mooi. Maar deze wel. Dan heeft hij op dit moment zijn driezitsbank laag voor €3245 geconfigureerd. Maar er is meer. Je zag overal al zwarte balkjes komen van, joh, wilt u eigenlijk meer zien? Dan kan dat. En dat is waar we dan echt de creator in gaan. Hier kun je eigenlijk alle stappen die wij ook in het productieproces doorlopen, zelf doorlopen. Ja, het belangrijkste is, ik zei iets over de verschillende leersoorten. En ik ga even gewoon door om te laten zien dat dit echt alle kleuren zijn die we beschikbaar hebben. Dus dat is oneindig. Niet onbelangrijk. Is het zoombeeld. Waar ik in ieder geval als marketingmanager wel heel gelukkig van wordt. Want het is bijna alsof je hem aan kunt raken. Dat is een vraag. Hoi. Ja, ik had een vraag. Het spreekje voor had het over dat er volgens mij blauw is. Ik kan me voorstellen als je als consument uit 30 miljoen opties moet kiezen, dat ook heel erg moeilijk is. Ja. Ja, die top 10 die liet ik eigenlijk in de eerste stap zien. Hè? Dus je hebt drie keuzes waar we bij iedere drie keuzes drie verschillende opties voorleggen. Waarvan wij zeggen van, nou, als je dat pakt, dat is gewoon top. En ook dan meer uit andere keuzes, met lifestyle, persoonlijkheid, wat je daar met doet. Ja, dat is op zich wel mooi, want daar hebben we heel erg over nagedacht bij vooraf. Stel nou dat je een klant kunt gaan adviseren of eigenlijk drie vragen kunt stellen of vijf vragen kunt stellen. Waar ga je graag op vakantie? Wat is je lievelingskleur trui? Weet ik veel, er zijn genoeg dingen te bedenken om uiteindelijk tot een perfecte keuze voor de klant te komen. Daar gaan we hopelijk nog naartoe, maar dat is best wel complex. Ik weet dat Adidas, die doet dat met zijn schoenen, echt hebben daar wel
een hele toffe manier voor gevonden. Ja. We hebben nog meer vragen voor Ja. Ja, ik heb ook een vraag. Ja. Ik kan me voorstellen dat je heel veel waardevolle data uit die tool haalt. Pas je daar ook een campagne op aan, campagnebeelden? Ik zal de vraag even herhalen. Er zit heel veel waardevolle informatie natuurlijk in deze tool. En de vraag is, pas je ook je campagne erop aan? Op dit moment nog niet. We doen natuurlijk wel wat met de informatie. Zien wij dat een bepaald product heel veel in dezelfde stoffering wordt gedaan, of bijvoorbeeld in dezelfde kleur, dan zullen we die zeker meer gaan weergeven. En kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld in het beginscherm altijd in die kleuren te zetten. Dat wel. Het is niet zo dat we hem gelijk naar offline naar een heel ander beeld gaan vertalen. Nog niet. Absoluut. Ja. Hebben jullie het overwogen om het aantal opties te beperken? En zo nee, waarom niet? De vraag is, hebben jullie ooit overwogen om het aantal opties te beperken? En zo ja, waarom niet? Ja, dat overwegen we ieder jaar. Want we hebben namelijk ook een magazijn wat een bepaalde omvang heeft. En een portfolio wat een bepaald rendement op moet leveren. Doet een product het onvoldoende of kost het bijvoorbeeld te veel in de operatie, dan gaan we overwegen om dat te verkleinen. Maar onze propositie is dat alles kan. En daar betaal je natuurlijk ook wat voor. Maar er zijn al zoveel merken die je gewoon een eenheidsworst voorleggen. En dat doen we juist niet. Dat is, dus het is niet de intentie om ineens veel minder materialen in huis te halen of zo. Nog niet. Maar het is wel zo dat we in ons bestek er natuurlijk rekening mee hebben gehouden dat dit gewoon door te koppelen is naar augmented reality. En nu met de komst van de dubbele cameratelefoons wordt dat ook steeds makkelijker om dat toe te passen. Omdat je dan die ruimte ook kunt inschatten en dat het product dan ook op ware grootte in je huis komt te staan. Dus dan heb je ook geen externe markers of dat soort zaken meer nodig. Je kunt goed rekenen, ja. Dit kan natuurlijk een businessmodel zijn om niche-producten waar je heel veel keuzes in hebt, om die te kunnen configureren. Heb je er al vragen Ik begrijp even je vraag niet, want voor ons is het businessmodel natuurlijk sowieso dat we hier meer door gaan verkopen. Hebben jullie een tool, samen met Wim? Ja. Samen met Martijn? Ja. Deze tool heeft zelf natuurlijk ook waarde om de markt af te kunnen zetten. Ja. Dat is zeker waar. Dat laten we aan de partij over waar wij dat inkopen. Gaan zij dat met onze assets doen? Want er zitten natuurlijk gigantisch veel stoffen en leersoorten bijvoorbeeld merkstofsoorten die ook gewoon bij een ander merk te koop zijn. Nou, dan gaan we daar zeker nog een keer over praten. Ja. Ik kom even met de microfoon naar je, dan kunnen de mensen thuis kunnen het ook luisteren. Wie heeft het gebouwd, was de vraag, hè? Three Dimers. Ja, dat was de vraag. Ja. Dus wie is nou de Dimers? Three Dimers. Ze zitten in... Sorry? Tora alleen. Ja, dankjewel. Ik kom even langs, want dan kunnen mensen thuis ook horen. Ja. Nee, dan horen ze het niet. Ik heb het net vernomen. Hoe lang is de tool al online? En wat is het effect dat je gemerkt hebt online in bezoekers dan wel in de winkel in verkopen? We kunnen online heel goed meten. Hè? Wij zien dat als iemand bij ons op een pagina is geweest waar de creator onderdeel van is, dat hij significant en meerdere malen meer tijd op onze website doorbrengt dan als hij op een pagina is begonnen waar geen creator op staat. We zien ook dat de bounce rate bijvoorbeeld veel lager is. Wat een gedeelte van mijn verhaal is wat nog moet komen, maar ik beantwoord hem heel graag nu, is dat punt 1 het voor ons heel lastig te zien is welke inspanning nu wat oplevert. Dat is ook als ik een advertentie zet. Je kan aanstaande zaterdag de hele krant, alle kranten volzetten op de achterpagina. Dan weet ik dat ik meer geld ga verdienen.
Maar als ik tegelijkertijd een online campagne heb lopen en ik heb bij een paar hele grote dealers een show draaien, dan ja, vertel maar welke activiteit precies waaraan bijgedragen heeft. Dus we kunnen niet heel direct meten. Wat we wel kunnen meten is dat onze dealers en onze design centers die de tool actief gebruiken, die zeggen van joh, ik heb echt al een paar klanten die een andere keuze hebben gemaakt, of nou, een keuze hebben gemaakt, die waren heel zeker van hun zaak en hebben gewoon gelijk besloten. Dus je verkort daarmee ook de tijd naar de orde toe in feite. Maar je weet toch ook, verkoop, je merkt toch ook als een klant op een waarde. Ja. Die vertelt dat. Ja. Ja, maar ik ben een merk en ik ben geen dealer. Dat is een beetje lastig. Ik weet van wat er in onze 4 design centers gebeurt. Ik spreek helaas niet altijd de verkoopmedewerkers van al onze dealers. Want dan zou je dat heel goed kunnen meten. Ja. Hans, ik heb nog een vraag van Lianne Kusters. Ze zit thuis te kijken. En een klein dingetje doet me wel deugd. Zij kijkt naar Digital Wednesday in plaats van De Wereld Draait Door. Dus Matthijs, eat your heart out. Het is goed gedaan, Hans. Ja. Weet je? Ja. Zij vraagt welke invloed, positief of negatief, heeft de organisatiecultuur gehad op bereidheid voor digital? Ja, ik ga even mijn slides bijpakken. En we hebben nog een paar minuten, Hans. Ja. Dus dan zeg ik je dat ook alvast. We zitten een beetje in de blessuretijd. Dus Lianne Kusters, dankjewel voor je vraag thuis. Als er nog meer vragen zijn, dan kan je dat melden op Twitter, @DigitalWednesday. Nou, wat een belangrijk onderdeel van mijn boodschap is in dit verhaal, is je kunt heel veel mooie dingen ontwikkelen. Super gave tools, je kunt er heel veel geld aan uitgeven. Maar de adaptatie van het verhaal, en dan de adaptatie in die oude wereld, dat is nog best wel een dingetje. Want wat zijn nu... ik ga heel even door hier... we lopen eigenlijk best wel tegen heel wat, wat uitdagingen aan in de retail. Allereerst, wat ik net al zei, wij zijn een merk. Wij maken die tool. We zijn er trots op. Ik ben er ook van overtuigd dat dit kan leiden tot meer verkoop en meer verkoopkansen. Vervolgens zeggen we tegen de dealers, kom naar ons toe, we gaan jullie trainen en we gaan ervoor zorgen dat je ermee kunt werken. Nou, voordat dat daadwerkelijk is aangekomen bij degene die ook met jouw product werken met passie, dat is best wel lastig. Vervolgens denken ze van, we hebben een online tool. Dat is eng, want dan moet je die met de klant gaan gebruiken. Stel je voor dat je laptop uitvalt of je klikker het niet doet. Dat is natuurlijk ook een ding. En daarnaast heb je ook nog zoiets als een POS-presentatie, en dat hebben we zelf nou, niet over het hoofd gezien. Dat is wel ontzettend belangrijk. Dit is een voorbeeld van hoe we het zelf op onze beursstands doen. Dus we hebben een iPad voor een grote tv staan, zodat je op de iPad de bediening kunt doen en het gelijk op de tv kunt laten zien. Als je hier 450 dealers op meerdere punten zeg maar mee moet gaan voorzien, nou, dan is dat ook een hele forse investering. En zeg maar de vraag, hoe snel je die weer terug gaat verdienen? Dus sommige dealers zijn best wel bereid en zeggen van, nou, oké, weet je, ik wil best wel met een klant op een iPad of op een computer dit gaan doorlopen. Maar het is natuurlijk niet een hele mooie manier van presenteren. Zijn er nog vragen? Ik vind het leuk om vragen te beantwoorden, dan ja, zo met lijstje af te werken. De laatste vraag, dames en heren, de laatste vraag. Ja, wat ik me afvroeg, het is heel erg gericht op, ik moet heel veel invullen op kleur en model en dan krijg ik een uitkomst. Maar het zou ook fijn zijn als ik kan aangeven wat ik graag zou willen of welke kleur ik in mijn interieur heb. En dat jullie dan terugkoppelen wat er mogelijk is van jullie uit. Dan hoef ik niet, ik vind het is zoveel. Ja. En ik raak altijd een beetje de weg kwijt. Ik ben er net even heel snel doorheen gegaan, want ik ken het ding natuurlijk uit mijn hoofd. We stellen wel wat, als je de linker kolom zegt, dan stellen we wel wat vragen voor joh, wat is uw woonsituatie? Bijvoorbeeld, het is heel belangrijk als je bijvoorbeeld een leren bank wil. Of je neemt een heel poreus leer waar je een glas cola opgooit en gelijk de bank eigenlijk kunt weggooien. Of je gooit een leer kwijt waar je kinderen 10 dagen op kunnen springen en je nog geen krasje ziet. Dus, dus het gebruiksniveau en dat soort zaken, daar stellen we wel wat vragen over, maar dat zit veel minder, net zoals wat die dame daar zei, op het lifestyle gebied of op het adviserende gebied. Maar dat is wel wellicht iets wat we in de toekomst zeker nog kunnen ontwikkelen. Ja.
Goed, super. Dankjewel. Hans? Even kijken. Nou, dit lijkt me een beetje... ik weet niet laten we deze nog even doen. Nee, ja, op zich belangrijk is, dit is een beetje een soort van toekomstbeeld van mijzelf. Wat ik heel jammer vind, is dat we op dit moment in een wereld leven, wij als fabrikant, de dealer als dealer, waar de klant al dan niet binnenkomt lopen, waar we eigenlijk niet weten wie die klant is. Als die dealer bij die klant koopt, dan stuurt hij wel een order naar ons toe. Maar dan weten wij nog steeds niet wie die klant is, terwijl die klant wel op onze website is. Dat hij wel op onze configurator van tevoren zijn product al helemaal heeft samengesteld. Dat we zien dat hij bijvoorbeeld een jaarboek heeft besteld. Nou, dat alles samen, ik denk als je die touwtjes steeds verder aan elkaar kunt gaan verbinden. En de samenwerking opzoekt met je hele dealerkanaal. En klantdata en datastromen aan elkaar kunt gaan verbinden. Dat je iedereen steeds beter kunt gaan helpen. Dat was... mijn verhaal. Dankjewel, Hans. Hans Filippini van Leeuwenhoeks. Wat een prachtig verhaal.